Theo, tijdrit, hoe liep die? Ja, liep wel goed eigenlijk. Beetje hetzelfde zoals de proloog. Was niet echt mijn doel. Maar je probeert rustig aan te doen eigenlijk, te sparen voor morgen. Maar toch doet het stiekem doet toch wel pijn eigenlijk, zo'n tijdrit. Als je nu gaat kijken naar zo'n tijdrit, moet je dat zien als een sprint van 20 kilometer? Nee, je moet gewoon... Dit is een tijdrit van 14 kilometer. Dat is toch al een afstand voor de mannen met de lange adem. Dus je hebt specialisten zoals Stef Clement. Die houdt eigenlijk van tijdritten van 40 plus. Maar en je hebt jongens zoals Lars. Die kunnen ook echt korte tijdritten, 5, 6 kilometer. En ook dit werkt heel goed aan. Maar over het algemeen zijn het toch de mannen van de lange adem die hier goed presteren. Ja, want we hebben het over sprintersbenen en over tijdritbenen. Kun jij het verschil een beetje uitleggen? Nou, de tijdrijders, dat zijn eigenlijk jongens die met een ontzettend goed duurvermogen en over het algemeen iets minder explosief zijn. Maar wel een bepaalde snelheid gewoon heel lang vast kunnen houden. En sprinters die rijden over het algemeen iets minder hoog vermogen gemiddeld gezien. Maar die hebben wel een hoger piekvermogen. Dus een wat hoger wattage. En dat is eigenlijk het verschil. Als je heel erg probeert te specialiseren op één ding, dan gaat het vaak ten koste ook van het andere. Dus het is of het een of het ander. En daarom zie je ook in het wielrennen dat heel veel renners zich specialiseren in een bepaald aspect van de wielersport. Maar is dat ook hetzelfde? Heb jij een voordeel van dat je van de baan komt om toch een goede tijdrit te kunnen neerzetten? Nou, ik denk het enige voordeel wat ik heb van de baan nu is heel erg op aerodynamica altijd heb gelet. En ook op je positie op de fiets daar het meest optimale uithaalt. Dus de meest aerodynamische positie weet te vinden. En je ziet toch dat veel wegrenners toch nog niet helemaal aerodynamisch op de fiets zitten. En als je kijkt naar de meeste baanrenners, die altijd een ploegachtervolging of achtervolging hebben gereden, die toch vrij goed op de fiets zitten altijd. En ik denk dat dat wel een voordeel is.